Hallo, goedemorgen, middag, avond, 's nachts. Ik weet niet wanneer dat je dit zit te kijken. Welkom bij de livestream van... Welke dag is het vandaag? Zaterdag, 28 november. Ik heb een leuke levels binnengekregen via Mario Maker. De eerste zien we hier al naast ons, zeg maar, in beeld. Wij zijn veel te hoog. Die zien we hier al naast ons in beeld. Ik praat dit keer via mijn Blue Yeti. Omdat de tweede stuk van de livestream wordt livestream exclusive. Dus er komt geen afterbird deze week. Dus hallo YouTube! Hoi, hoor je mezelf die gaat terugkijken op YouTube, hi. Dat is altijd leuk. Oké, nou, ik ga de eerste level toevoegen. Zo. Zoals jullie weten, mijn audio die is ietsje sneller. Mijn audiocommentaar dan wat jullie zeg maar zien, aangezien dat, ja, delay op de Wiipad. Dus ik ga de eerste level gelijk toevoegen. Die kwam van, volgens mij, Spiny Games, pak ik hem heel even bij. Ik zie je staan. Spiny Games, zeep, hier is nog een Mario level met het idee wat jullie hier naast mij zien. Dus ik ga hem heel eventjes invoeren en dan gaan we gelijk beginnen met het eerste level. Ik heb er al zin in. 6x0, want dat is een standaard issue. E9-66D8. Nou, mocht je zelf ook een leuk level hebben en wil je die graag in een volgende livestream hebben, kun je hem dus kwijt in deze video in de beschrijving. Niet voor de chat, maar voor de YouTubers die dit aan het kijken zijn. Want ja, chat, sorry jongens, maar op dit moment kan het nog niet. Op dit moment kan het nog niet. Dit is live, dus goed. Even netje in L, eventjes in de toekomst tegen je moeder hooi. Ja, wel doen hoor. Wel doen hoor. Oké, nou, ik heb in ieder geval het eerste level hier. Troll, mwahahaha, for you, Howard. Troll, for you, hahaha, Howard. Oké, we gaan het gewoon kijken wat het is. We gaan het gewoon doen. Ik maak me zorgen. Oké. Hier heb ik al problemen mee. Juist. Dat is... Oh. Oké. Leegheid heerst. Hi. Ik ga gewoon hierin. Ah, kom op, dit is zo cheap. Dit is zo cheap. Dit zijn geen leuke levels hoor. Sorry, dit is echt waardeloos. Hier ben ik even heel grof in. Maar er zit bijna niks in. Het is alleen maar één grote running leegheid. En als je dan een deur ziet... Oh, hoi. Hoe moet ik daar overheen zien te komen? Hoe moet je daar overheen zien te komen? Wat is dit voor... Oké, we hebben al 3 faals. We hebben er nog maar 2. Kans op 2 nog. Serieus. Ik snap deze logica, is echt niet, jongens. Moet je kijken wat een leegte. Oh, wacht even. Ik denk dat ik hem al snap. We moeten hierin. Er bestaan slechtere, alles op een vierkante meter gepropt. Dat is nog een beetje creatief op sommige punten. Sorry. Ik geef deze nog niet eens een ster of approval. Spiny Games, ik heb leukere levels gezien. Dit level, nee. Het spijt me. Ik vond dit level namelijk, het is niks anders dan cheap deaths door een warpipe te pakken, wat eigenlijk een secret had moeten zijn. Zoveel leegte. En die eindpuzzel, die was wel leuk. Maar, ja, weer zo'n fake dead. Nogmaals, nee, dit level, nee, sorry, nee. Ik heb betere levels van jou gezien, Spine. Dus, wow, zit je die jongens een level af te kraken? Nou, Wenkel, ik heb al eerdere levels van hem gehad en die waren wel heel erg goed. En deze zitten vol met, dat soort dingen wat ik net zei. Dus, vandaar. Kansloos. Nou, op zich valt dat wel mee, hoor. Dus,
Deze die heeft namelijk al meerdere levels gedaan. Goede levels daarentegen, maar deze level, Spiny, vult het een beetje op. Je kent beter, dat weten we van je. Goed, dan gaan we naar het volgende level. Dus die pak ik er heel eventjes bij. Wat vind jij van cartoon Zelda spellen? Cartoon Zelda spellen? Dan neem ik aan dat je van de Windweken bedoelt, omdat dat de cartoonstijl is. Jeroen Eichhoorn, hier is nog een Mario Maker level die je kunt spelen. Oké, we gaan er naar kijken. Ik vind het hartstikke leuk. Even kijken, properties. Nee, ik moet de tekst even aanpassen hier. Zo, ja, hij staat erbij. Dus voor de mensen die denken dat ik een beetje te hard ging tegen Spiny Games. Sorry, maar ik heb beter van hem gezien. Echt veel beter. Why do I waste my life making this video? Because I can. Ja, de chat vraagt er weer om. Ik weet niet waarom. De chat vindt het leuk om daaraan te vragen. Dus Markiplier hit. Dan moet ik wel zeggen dat Markiplier awesome is. Dus... Can you play my level? I'm only going to play levels that I actually got on the YouTube video. So, yeah, because we're also going to play a different level after, or a different game after this. Meow. Oké, we gaan eventjes naar dit level. Dat is 3399. Zoals, als jullie dit level wat we nou gaan spelen ook willen spelen, code staat hier natuurlijk naast ons. Dit is de code die ik nou ook invoer. C033. Ik ben benieuwd. Van wie was deze ook alweer? Even kijken, dan ben ik zijn naam kwijt. Jeroen Eichhoorn. Oké, level niet gevonden. Wat? Heb ik een verkeerd ingevoerd dan? 339-3-0-0-0-0-0-C7. Oké, heb ik hem hier rechts verkeerd? 3-3-9-3. Nee, ik heb hem goed ingevuld. Jeroen, jouw level doet het helaas niet. Nou, dan moeten we naar die van Max Koets gaan. Jeroen, mocht je de YouTube-video op het moment aan het kijken zijn, geef eventjes door wat de fout is gegaan en dan passen we dat aan in de code. Oké, ik heb hier van Max Koets, mijn level is, wat we dadelijk gaan zien. Sorry voor de leap of fate. Oh, er zit dus een leap of fate in, nou maak ik mij eigen zorgen. Hoe gaat het met de chat verder? Als je Terraria gaat spelen, zullen we dan een race doen wie als eerste de Eye of Cthulhu. Ik ga gezellig met een paar YouTube-maatjes van mij, je weet wel van de handdoekcrew. En er zit er eentje bij die is pas begonnen met Terraria, dus die is nog helemaal nieuw met alles. Dus het wordt gewoon een gezelligheid, dus we gaan niet echt racen of iets in die trend. Dus... Oh, en ZP20, is Terraria een aanrader om te kopen? Ja, Terraria is zeker een aanrader om te kopen, zeker voor 1 december, omdat hij nou maar 3,34 euro is in de Steam Store. Normaal gesproken kost hij een tientje, nu kost hij nog maar 3 euro zoveel, dus vandaar. Even kijken, ja zeker, zegt Groen, geweldig spel, ja. Iedereen die is het met me eens, gelukkig. Oké. Nou, ik ga heel eventjes de volgende code invoeren. Want deze code, het is jammer dat hij het niet doet. Daar ben ik echt, daar baal ik wel een beetje van. 351. 6 keer 0. F9. 914D. 914D. Nou, we hopen dat deze het wel doet. Van Max Koets. Jongens, wat is dit nou? Jongens. Nee, ik krijg er helemaal niks van, dus... Ja, mijn volgende Let's Play is nog een geheim. Ik zit hier eventjes met een dilemma, jongens. Alle levels die ik invoer, die doen het niet. F9... 914D. Goed, dan gaan we naar Marco Consen level. Jongens, wat jammer dat jullie levels het niet meer doen. Dat is echt jammer. Dat is echt jammer, jongens. Ik ben teleurgesteld. Ah, oh, dan doe ik iets fout. Jury. Oké. Ctrl C. Dan gaan we naar deze. Ctrl
vee. Nou, hopelijk tot deze het dan... Nee, veranderen dat... Kom op nou. Hopelijk dat deze het wel gaat doen. Dit is jammer, jongens. Als je dit kijkt, Owl. Dank je! Oké, nou, we gaan gewoon dit level proberen. En don't worry, ik double check ze voordat ik dus zeg maar echt officieel verklaar dat ze dus zeg maar niet meer werken. Dus, ja, ik voer ze toch echt goed in. Oké, volgende level. Ja, hier hebben we er eindelijk eentje. Goed. Dit level is van, nou ben ik het kwijt, Marco Konst, die heeft het level gestuurd. En nou ben ik best wel eigenlijk nieuwsgierig wat voor level dat we hier gaan krijgen. Dus, oké, 0,081 heeft hem gehaald, dus hij zal extreem moeilijk zijn. Vergeet niet, ik heb maar 5 levens. Marco, ik maak me zorgen. Dag Walgray. Oh. Is dat niet leuk? Die tel ik even niet mee, want ik keek op mijn... Oké, dus we moeten gaan stuiteren. We moeten gaan stuiteren over vissen heen. Oké. Ja, jongens, mag ik alsjeblieft eventjes nadenken even om te denken nog? Ah, oh, jeetje zeg. Oh, oh! Wat een challenge dit, man. Ah, kom op! Hoe oud is je konijntje? Mag je konijntje ook in de stream? Ja, ga ik zo voor zorgen. Ik wil één keer nog even dit level even legit proberen. Want ik blijf hier nou maar afgaan omdat ik niet op het level aan het focussen ben. Er is iets mis met jouw level hier, jongen. Echt. Volgens mij kun je dat met een running jump gewoon halen hier. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga het gewoon proberen, jongens. Als het niet te doen is, dan... zie dit maar als een no-go. Het is niet te doen. Haha! Daar! Oh! Ik probeerde het nog niet eens. Wat moet ik hiervan zeggen? Chat, ik wil jullie mening hier ook over. Het is een leuke challenge, maar... Ja, het past niet echt bij Mario. Dus... Ja, ik geef hem de krul. Maar ik geef hem wel even een pijnlijk gezichtje bij. Zo. Dan doen we het daar wel even mee. Besturen. Een beetje te. Ja, dat ja, ben ik het wel mee eens. Een beetje... Nee, dit is niet echt een level. Dit is gewoon van, ik gooi overal vijanden neer. Je kunt over die vijanden heen springen en ja. Doe AUB de stem van dat meisje uit Final... Bedoel je die van Shawnee? Als je de stemmetje van Shawnee wil, dan hoef je dat even te zeggen, hoor. Een beetje gemaakt omdat hij zich verveelde. Dat kan. Je schreeuwde en ik... Ja, dat is die delay waar ik het over had. Nogmaals mijn excuses daarvoor. Oké, nou, in ieder geval, we hebben hem gehaald. Dus ik ben een heel erg blij konijntje. En ik zal eventjes Melon eventjes bij de stream even halen. Dus, Oké, de Cube Gamer. Van jou heb ik 3 levels binnengekregen. En ik zie jou ook in de chat zitten, joh. Ik zie jou ook in de chat zitten. Dus, ja, sorry voor de knip, jongens. We hadden eventjes Melon, die wou wel even in beeld. Nou ja, de kijkers wou even Melon in beeld, dus dat was even voor Twitch only. Maar we hebben weer een level gekregen, dus van de Cube. En die gaan wij er dus nu bij pakken. Oké, nou, code staat weer hier links in beeld. Zag ik dat goed? Is dat links? Nee, dat is rechts. Ja, voor mij is het nou links, maar maakt niet uit. Goed, ik ga hem even invoeren. Dus we hebben dit level gehaald. Ik ben trots. Oké, dus eens even kijken. Dan heb ik hier staan. Dubbel 0. BE. 6 keer 0. F. 9. 3 maal 7, 5.
Ik ben benieuwd. Wat is je favoriete spel die je nog niet hebt? Je bent vergeten te antwoorden. Nou, wat is het favoriete spel? Wat... Hoe kun je een favoriet spel hebben als je hem nog niet hebt? Ik denk dat dat dan Fallout zou moeten zijn ofzo. Omdat mijn grafische kaart hem op het moment nog niet eens aan kan. Dus ja, zo erg is het. Maar goed. Bowser's Epic Castle. Hebben we die al gedaan? Weet ik niet. Ik meld hem. Dat zou wel heel erg creepy zijn, moet ik eerlijk zeggen. Oh, dit ziet er heel erg interessant uit. Oh boy. Ik maak me zorgen. En op. Oké. Okay. Dan moet je echt proven zijn. Oh, jij gaat schieten, hè? Ja. Oké. Okay. Concentratie, jongens. Concentratie is sleutel. Oh, jij gaat vallen. Oké. Okay. Waarom verwacht ik hier een booby trap? Enig moment! Oh, oké. Okay. Dat was een booby trap. Oh, ze hebben hier een checkpoint. Ik spring op je hoofd! Ik ga je gewoon verslaan, jongen. Dus dit is eigenlijk een recent level, aangezien dat ze dus een checkpoint erin hebben gedaan. En boss battles die blijven altijd leuk, aangezien dat boss battles, ja, dat je ze echt moet winnen. Dat is echt eigenlijk altijd heel erg leuk gemaakt. Oh, we zijn nog niet klaar zelfs. Oh, oké. Okay. Oké, wat krijgen we hier? Oh, propellerhoed. Waarom krijgen we hier een propellerhoed? Om over Bowser te vliegen natuurlijk. Doei Bowser. Zalang, ze Bowser. Dit vond ik een, ja. Hij was vrij kort. Maar dat wil nooit zeggen dat het verkeerd is, hè? Dus, ja, het zou in een normaal Mario-level eigenlijk best wel kunnen. Dus, alleen sommige sprongen die waren best wel een beetje moeilijk, maar... Deze zag er heel erg goed uit. Oh, dit is het moeilijkste level van de drie. Ik ben in één keer dood gegaan. Dus, nou ja, hij krijgt sowieso die approval, want ik vond hem zeker heel erg mooi. Ik zou echt Fallout 4 aanraden, omdat er... ondanks dat er een aantal bugs zijn, is het spel best awesome. Ik ben ermee bezig. Ik ben ermee bezig om een nieuwe grafische kaart te pakken te krijgen. Dus, ja. Ik ben daar op het moment goed mee bezig om daarvoor dus te gaan zorgen. En of ik daar iets mee doe met YouTube, dat is nog maar de vraag. Maar, goed. In ieder geval, ik heb nog meer levels van hem gekregen. Want die had dus wat meer levels erbij gegooid. En helaas hebben we nou twee levels gehad die helaas gefaald zijn. Maar dat maakt nog niet zoveel uit. Oké, nou, de krubbel die staat erop. Wil je dit level spelen, code, die staat natuurlijk hiernaast. Hiernaast nog. Dus, oké. Okay. Met die vallende blokjes probeerde ik een triple jump. Ja, dan moet je dat niet doen eigenlijk. Je moet altijd heel voorzichtig plannen waar dat je dus alles neerzet. Maar goed, ik heb nog een level gekregen. Die heet Floating Islands. Die is ook van The Cube Gamer NL. Dus die ga ik eventjes voor jullie hiernaast ook gelijk even inzetten. Oké. Dus dan mag jij weer weg. Goed. Leukt wel. Leukt wel. Het leukt wel. Oké, okay, even kijken. 409. B. 6 keer 0. F6. D5B2. D5B2. Oké. Okay. Ben benieuwd. Ik heb een level gemaakt en ze hebben echt mijn best op gedaan. Het heeft een half uur geduurd. Ik heb het op YouTube doorgestuurd. Heb je het op de goede YouTube? Want volgens mij heb jij het op part 33 van Mario 3D World. Waar ik duidelijk heb gezegd, plaats hem op de laatste Mario Maker level. Maar ik zal je matsen. Ik denk dat ik hem wel bij doe. Misschien. Ja? Misschien. Oké, okay, Floating Islands. Ik ben benieuwd. Wereld 1-1. Dan zou het een makkelijk level moeten zijn. Oké, dit is als bij Definite. Is dit niet al een level 1-1? Ik bedoel serieus, als je al gelijk Koopa Tubes neer gaat gooien, dat is nogal... Dit is zo niet 1-1. Nou ja, niet dat het echt uitmaakt. Oké, we hebben een vuurbloem. Oké. Dat ga ik niet doen. Ga heen! Kom niet meer terug.
Oké, okay. Jij wou graag schieten. Daar geef ik je toestemming voor. Jij bent een afgekeurde spiny. Doei. Gaat lekker. Oh, nog een vuurbloem. Nou ja, dit ding hebben we eigenlijk niet nodig, maar ik zal hem maar gebruiken. Ah, leuk dat sterretje daar in het midden. Nee, dit zou ik niet als wereld 1 level 1 neerzetten. Ik zou dit absoluut niet. Zelfs niet in de los levels niet. Dus. Maar hij was wel een leuk design. Ik moet wel een beetje zeggen dat hij een beetje aan de lege kant was. Een beetje opvullen zou leuk zijn. Maar hij was wel leuk. Dus sowieso krijgt u wel een knipoogje met de approval. Maar hij was een beetje aan de lege kant. Dat is het enigste wat ik ervan kan maken. Dus het was een leuk level. Heb ik gepost? Wanneer dan? Heb je die net gepost dan? Ga ik wel even kijken voor je. Moet ik even mijn mail even checken hoor. Ja, je hebt hem net gepost. Toen we al aan het livestreamen waren. Dat is een beetje te laat, kerel. Ah, maar goed, vooruit, er zijn er 2 uitgevallen, dus ik ben niet zo flauw. Ik zal hem erbij gooien, vooruit dan. Maar dat is dan ook het laatste. Ja? Oké, okay, nou in ieder geval die approval die staat erbij, want ik heb er nog eentje gekregen. Oh nee, de final battle is het moeilijkste. De final battle is het moeilijkste. Nou ben ik nieuwsgierig, jongens. Als de final battle de moeilijkste is, dat is namelijk de volgende die jij al had opgestuurd. En het leukste is, deze levels die zijn 5 dagen geleden toegestuurd. Hè? Dus die komen nou niet in één keer van de chat af. Die komen nu alle minuut gewoon in één keer binnen. Dus Ctrl-V, daar hebben we de level. Deze komt daarbij. Krul die staat erbij. Deze kun ik gestopt worden. Gaan we die level, dit code, gaan we gelijk beginnen. En ik ben benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft. Die is echt moeilijk. Er zit een secret in. Niks over vertellen. Ik wil niks horen erover. Ik ben namelijk heel erg nieuwsgierig. Ja, je hebt gewoon 5 levens. Bak. B-A-C. En dan 6 keer 0. Ik zit nog steeds onder de zaaksel. Nellen, echt, ik zit hier nog steeds onder de zaaksel, slimmerik. Och, 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 och. Hier, moet je kijken. Overal zaaksel hier. Daar word je niet vrolijk van. Oké, okay, F7. En dan 5D0F. 5D0F. Oké, okay, hier gaan we. The final battle. Oké. Okay. Oké, okay, we beginnen al gelijk met de vuurbloem. Dat is wel gunstig. Waarom? Oké. Okay. Oh. Serieus? Serieus. Serieus. Het spijt me, jouw vorige levels vond ik mooier. Ik geef deze niet de krul van approval. Inderdaad, zonder is hij ook mogelijk. Maar dan is hij enorm moeilijk. Dan zou je op die bullet bills moeten springen. Op die kanonnen. Maar zo'n lange gang met praktisch niks. Ergens een cryptisch verborgen secret. Nee, en dat is niet de secret. Dat is niet de secret. Die steady hoort er gewoon te... Nee, sorry. Ik vind dit level... Nee. Sorry. Ik ga geen ster geven aan een level waarvan dat hij... Nee, sorry. Nogmaals, sorry. Goed, ik ga het level... Ik ga heel eventjes de level van meneer JNL er eventjes bij pakken. Dus, geef me even een seconde. Even kijken, is dat deze? Ik neem aan dat het dit level is, dus ik zal hem heel eventjes handmatig hier even invoeren. Dus zit eraan te denken om een keertje een video samen met de kijkers... Zit je ervan te denken om een keertje in een video samen met de kijkers een leveltje te maken?
zouden we een keertje eventueel kunnen doen. In plaats van levels te spelen, een level te kunnen maken. Dus misschien inderdaad wel een leuk idee. Goed, ik ga nou heel eventjes die code hier, want die heb ik nou hier op mijn telefoon staan. Dus dan moet ik hem heel eventjes handmatig invoeren. Dus geef me heel eventjes een seconde. Even kijken, 694. Daarom doe ik dit normaal gesproken niet. Omdat het is zo lekker lastig. 2, ja, en dan 84. En dan 25. Caps lock D1. Oké, dat is de code. Dus goed, dan gaan we die nou ook even gelijk invoeren. Dit is echt op hoge uitzondering hoor. Als dit gewoon, als je een leuk leveltje hebt, gewoon hem hier in deze video gelijk neerzetten. Ga hem niet op andere video's posten, want ja, dan wordt hij echt gewoon schreeuw in Duits pen. Das pen. Das pen! Wat? Google Schrijver! Is dat Google Schrijver? Is dat echt serieus Google Schrijver? Nee, ZP20, dat is het verkeerde level. Ja. Hé, hey, dat is het level waar je me net doorgestuurd hebt. Hier houden we het bij. Cube Gamer, anders gooi je hem dadelijk als deze video morgen uitkomt op YouTube. Dan gooi je hem daarbij de comments bij en dan komt hij waarschijnlijk een week later weer. Oh nee, wacht. Volgende week heb ik geen tijd om te streamen. Komt hij over 2 weken. Maar goed, ik ga eventjes deze level invoeren. Jongens, jullie zijn geweldig. Jullie zijn gezellig. Echt, jullie houden mij bezig. Jullie houden mij constant bezig. En kijk, dit is een Google Schrijver. Serieus, Google Schrijver? Is het serieus? Google's? Nooit van gehoord. Ik zeg ook heel eerlijk, ik ben heel slecht in Duits. Dus. Oké, nou even kijken. 99, 88, 6x0. E4. Ik heb liever een E3, maar goed. 7318. 7318. Oké. Okay. Underground Adventure. Als dit een waterlevel is, dan word ik boos konijntje. Dat wil je niet weten. Dat wil je echt niet weten. Dan word ik echt een boos konijntje. Goed. Even die Google Schrijver achter me opplaatsen. Oké, je ziet het. Dan weet je dat ik het gelijk wil proberen te breken, hè. Als ik dit zie, dan wil ik het gelijk proberen te breken. Dat weet je. Nou, wel leuk hier zo. Die rookjes gemaakt van die wolkjes daar. Ah, je kunt het niet breken. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon een leap of faith doen. Ik ga gewoon een leap of faith doen. Oh, nee, niet zo. Ik ga gewoon een leap of faith doen. Nou, zelf doe ik eigenlijk niks met... Nee, oké. Okay. Zelf doe ik eigenlijk niks met 5 december, maar... het is in Google! Google Schrijver! Ik weet niks van Duits. Dat is hartstikke kennerwissen. Google Schrijver. Mochten er Duitse kijkers zijn, ik probeer jullie absoluut niet te beledigen, jongens. Ik probeer hier absoluut... Oh, wacht. If there are any German viewers out there, I'm not trying to insult you. I'm just trying to speak German. And I'm very bad at it. I'm very sorry. Oké, nou. Eventjes dit level nou gewoon zoals dat het meant to be is. Ik moet al zeggen dat ik de design al heel erg mooi vind. En ik ga ervan uit dat hier een secret ligt. Zeg me tot hier een secret ligt. Oh, fijn. Dan komen die beesten ook nog eens een keer langs. Kan ik op jullie gewoon spinjumpen? Ja, dat kan ik. Oh, auw. Zeg me tot hier iets goeds in zit. Vuurbloem! Nice! Jullie zijn vuurbloem bestendig, toch? Ja. Oh. Wee. Design ziet er al heel erg goed uit. Dat zijn pluspunten. Er zijn nog heel erg veel kudos! Die zag ik net te laat. Oeh. Oké, okay, eventjes een beetje bouncy balleren. Oké. Okay. Sorry jongens, ik ben nou heel even op het spel gefocust. Ik kan de chat nou niet lezen. Ja, dat zeg ik. Google. 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 Ik ben heel slecht in Duits.
Wat zit hier boven? Wat is dit? Een huisje! Hallo! Oh, propellerhoedje. Wee! Oké, daar kunnen we niks mee hier. Oh, deze blijft propellerhoedje schieten. Why? Dat is... When Deutsche Leute, ze beugten zich, ik wil niet zien... Ja, dat. Dank je. Waarom is je als hij? Ik weet echt niet. Oh. Oh, ik moet het ook niet proberen, ook niet, hè. Oh, dit is ook echt nodig. Oh. We zouden eigenlijk een extra pijltje naar boven neerzetten, om het echt duidelijk te maken. Dus daar echt naar boven toe moet. Oké, nou. Boom. Oh, dit wordt lastig. Blijf gewoon hier zo staan. Oh, mensen. Kom op. Ja, één blokje. We hebben één blokje. Goh, geloeiend, hè. Oké, nou, zeg maar dat ik hem heb. Nee, ik vind van wel. Ik ben er klaar mee. Hoppakee. Oké, nou zijn we nog in het voordeel omdat we onze propellerhoed nog hebben. En nee, jongetje, jij gaat mij niet de hele tijd lopen verpesten, hè. Dat gaan we niet doen. Oké, ik neem aan dat ik hier een P-switch voor nodig heb. Daar staat inderdaad netjes het pijltje en... Oh... Oké, daar gaat mijn propeller zoet. Ik had beter op zo'n Koopa kunnen wachten. Heb jij P-switches? Oh. Ja, maar ik wil hem oppakken. Oké. Ik maak me zorgen, jongens. Ik ben hier altijd heel erg slecht in, namelijk. Ho, 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 ho! Nee, ik ben heel slecht in Duits, jongens. Dat zei ik al. Echt. Mijn excuses nogmaals, maar... Ik ben heel goed in Engels. Engels is me altijd heel erg goed bijgebleven. Het is eigenlijk best wel slim dat je nou eerst die Goombas neerzet, zodat je niet bij die Koopas kan komen. Dat is best wel slim bedacht. En wat ben ik blij met de checkpoint. Nou, komt er maar. Oké. Dus je hebt... Deze eigenlijk niet lang nodig. Nou ja, we hebben hem gehaald. Ik vond hem leuk. Alleen dat P-switch stukje, ik zou het wel uitdagender hebben gemaakt. Dat is het enigste puntje wat ik kan geven. Ik weet, ik ben een zeikert. Zeikert player 20 ondertussen. Nee, ik vond hem heel erg leuk. Ik geef hem gelijk de krabbel van approval. Dus do you sugar? Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, oh honey. In ieder geval, we gaan bijna de YouTube afsluiten, dus jullie kunnen alvast doei, houden u zeggen, want we zijn bijna klaar met de Mario Maker. Dit waren alle levels die ik binnen heb gekregen voor de mensen die de level hadden toegegeven, en tot ik een foutmelding krijg, ja, sorry, dat in deze video, deze, niet de vorige, deze video, niet de volgende, deze video. Laat daar dan jouw code natuurlijk weten. En misschien wordt jouw code gespeeld in de volgende livestream. Die zal plaatsvinden op... dag. Dus ja, met dat gezegd te hebben, dank ik jullie sowieso voor het kijken. Zeker Play 20, heb ik verkeerd geklikt. Doei YouTube! Ja, dus bedankt voor het kijken. Morgen heb ik... Volgens mij weer Mario 3D World, want dit wordt geüpload op een zondag. En zo gaat het ook altijd in mijn hoofd rond als ik dus zeg maar met opnamesessies bezig ben. Zo erg is het. Voor YouTube, morgen gaan we dus zeg maar verder met Mario 3D World. Dus ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. Zie je, ik heb een reactie geplaatst op de land. En zo heb ik hem geschreven. Oh, jij had dat geschreven. Nou, dankjewel daarvoor. Mr. Goomba approved. Nou, in ieder geval YouTube, ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen bij Mario 3D World. Doei!